Ja, ik ben Saber Peshat. Ik kom uit Afghanistan. Ik woon sinds 4 jaar hier in Nederland. Ik was journalist geweest in Afghanistan bij een grote nieuwsbedrijf als nieuwslezer gewerkt. In december 2019 moest ik, ja, vanwege slechte situatie in Afghanistan, vluchten, helaas. Ik heb mijn thuisland verlaten. In 2020 ben ik naar Nederland aangekomen. Ik had een reportage toen gemaakt over het verhaal van een meisje. Was ik echt onder druk met bedreigingen en zo. Ik was echt onder stress. En ja, dat lees ik niet dat wat gaat gebeuren in de toekomst, maar ik ga gewoon doen. Weg uit Afghanistan. Want de situatie was toen echt slecht. Niet alleen voor mij, maar voor alle journalisten. Voordat ik die reportage over de meisje gaan maken. Ik kom een idee samen in onze directie. Dat ga ik een documentaire maken over die Afghaanse bonuscoach, elftal bonuscoach. Die woont ook in Nederland. Daarom heb ik een Nederlandse visum toen gehad om naar Nederland te komen. Dat was de enige optie dat ik, Afghanistan moest verlaten. Ja, ik heb alleen één visum voor mijzelf. Dus ik kwam alleen en ik heb mijn dochtertje, mijn familie, mijn vrouw als achtergelaten. Ik kon niet meer mijn dochtertje zien. Ik kon niet meer mijn familie zien. Mijn vrienden, mijn hele leven dat ik 30 jaar geleden in Afghanistan opgebouwd. En daar heb ik gewerkt, daar heb ik afgestudeerd, daar heb ik bijna alles. En ik heb alle mensen daar die ik kende. Ik was wel bezorgd dat als ik naar Nederland gaan vluchten, dan hoe kan ik omheen met nieuwe mensen, nieuw cultuur, nieuwe taal. Dat was een grote beslissing en ook een beetje bezorgd. Omdat ik heel veel stress had toen. En ik dacht dat ik heb wel nu visum en ik ga echt even rust nemen. Ik was voor een paar weken in de hele Europa geweest, ook in Duitsland. Want in Duitsland woont mijn broer. Hij was ook gevlucht naar Duitsland in 2012. Dus daarom ik dacht dat ik ga even mijn broer zien. En dan ga ik kijken wat gaat gebeuren. Dus ik zei dat ik ben, soms ik noem mezelf geluk. Want mijn asielprocedure, de procedure van mijn familie, ging echt snel. Toen ik mijn verblijfsvergunning gekregen, toen ik aangevraagd voor mijn familie, mijn vrouw en dochtertje. En ik heb wel mijn moeder en mijn zusje. Daar heb ik geen andere mannelijke bij ons huis. Mijn vader was in 2009 overleden. En mijn broertje, hij was ook al gevlucht. En toen ik die ook samen met IND gesproken. En IND zei toen dat je hebt echt een genoten familie. Dus wij kunnen wel alleen met jouw vrouw en jouw dochtertje gaan beslissing nemen. Ja, binnen anderhalf maanden. Zij kwamen ook bij mij. Dus
Dat ging ook hele snel. Dat verwachtte ik nooit. Gelukkig dat mijn moeder en mijn zusje, ze kwamen ook naar Nederland in 2022. Dus ja, ik ben nu alle familie bij mij. En ik ben gelukkig dat alles ging alles goed met mij en met mijn asielprocedure. Toen ik kwam in Nederland, op die avond dat ik naar Trapo ging, was het heel rustig. Ik was met 4 of 5 andere mensen achter die receptie geweest. Maar toen ik mijn moeder in 2022 naar Trapo gebracht, was het echt anders. En ik zag mensen dat op de grond gewoon liggen. En in die situatie is zeker slecht, onmenselijk nu. Maar ik hoop dat de Nederlandse regering gaan echt iets bepalen voor die mensen. Ja. De grote uitdaging was, zeker, en de grote zorgen voor mij was toen, dat mijn werk, dat hoe kan ik terug mijn eigen beroep hier in Nederland oppakken? Want de grootste uitdaging voor een nieuwkomer zijn natuurlijk de taal. Moet je echt goede taal begrijpen of leren. Dat was een grote uitdaging voor mij. Want ik hoorde vaak van mijn omgeving dat ze zeggen dat hij moet je helemaal jouw beroepen hier verlaten. Want zeker, als je journalist wil worden hier in Nederland, moet je voldoende talen spreken. En dat was zeker normaal. Ik zei tegen mezelf dat nee, ik ga nooit. Ik geef nooit op en ik ga gewoon hard werken voor. En toen ik op basis ben geweest, dat was natuurlijk ook de coronatijd. En ik dacht dat de enige optie is om zelf een studie te kunnen starten, bijvoorbeeld. Ja, ik heb verschillende websites gezocht. Een beetje ook initiatief genomen toen om naar de bibliotheek te gaan of met mensen een beetje gewoon contact zoeken om te praten, gewoon voor mijn Nederlandse taal. Toen heb ik een LinkedIn profiel gemaakt en ik heb alle journalisten toegevoegd. En ik heb wel mijn ervaring, al mijn verslaggeving en ook die interviews die ik heb daar gemaakt, heb ik alles toegevoegd. En en ook naar alle journalisten en berichtje gestuurd dat hey, zullen wij een beetje kennis maken of een bakje doen, bijvoorbeeld, voor kennis maken. Toen op een dag was ik aan het werk en ik had opeens een berichtje van iemand dat we hebben wel een soort programma dat we gaan de professionele mensen, dat hebben zij professionele achtergrond in hun thuisland. We gaan een kans geven voor benen invaren. En ze zei dat ik ga mijn best doen. Als dat gelukt, dan misschien kom je terecht bij benen invaren. En gelukkig dat gebeurt. En ik kwam hier voor 1 jaar als werkervaring plek om te beginnen. En sinds juli 2022 ben ik begonnen. Mijn opa overleden in oorlog. Mijn vader ook. Mijn halve leven is ook in oorlog geweest, dus ik ben 30. Ja, bijna mijn halve leven was in oorlog. Dus ik ben niet zoveel optimist over de toekomst van Afghanistan. Misschien over 15 jaar, over 20 jaar misschien.
En ja, maar nu helemaal niks. Nee, en nu kan ik niet eigenlijk. Want alle vorige collega's van Thelonious zijn in de rode lijst van de Taliban. Dus dat is een grote risico. Nu sowieso niet, maar ja, in de toekomst, dat weet ik niet.